Don't walk away from me. Don't walk away from me. Ja, lieve vrienden, ik ben op mijn slaapkamer, omdat ik ook nog niet ben aangekleed. Nee. Het was vannacht steeds onweer. En wat doet het nu? Onweer. En wat is deze dame? Bang van onweer. En hoe voelt ze dat onweer komt? Nou, dan heb ik barstende hoofdpijn en dat heb ik nu ook. Ja, we zijn er nog lang niet af. Nee, kijk maar, nog steeds in mijn pyjama. De meisjes zijn wel, Rijka is al 2 keer buiten geweest. Elwin is 1 keer buiten geweest. Dus ja, het is gewoon bagger weer. Ja, het spoelt, het komt met bakken naar beneden. En hoe laat leven we? Het is 14:23 uur, ja, kun je nagaan. Ik had er al uit willen, zeg maar. Het water blijft al lekker staan in de goten. Bij het parkeerterrein, ja, dat zien jullie niet, geloof ik. Nee, want ik heb namelijk van dat folie op het raam, dat weer spiegelt lekker. Ja. Dus ja. Wordt nou ietsje minder. Maar ja, in ieder geval dat dus. Zo, lieve vrienden. Ja, een hele fijne dag allemaal. Het is vandaag alweer, tenminste welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, ik moet straks nog boodschappen doen. Maar de meisjes moeten er ook nog uit. En ik ben laat uit bed, want ik was totaal niet in orde. Ik begin nou pas een klein beetje te zakken. Het is vandaag zaterdag, de 26e van de 8e. Natuurlijk nog steeds 2023, waar we dat iedere dag erbij zeggen. Ik weet het ook niet, maar doet er niet toe. In ieder geval, het is 11 minuten over 3 in de middag. En ja, het zit hem hier. En dan, ja, vanaf aan de rechterkant. Kijk er af en toe scheel van. De ene keer gaat het weer. Het is op en neer. Net zoals die trappen op de kermis, met die bewegende vloeren, weet je wel. Zo hadden we ook een trap in de speeltuin in Oranjewoud in Friesland. Of die speeltuin nog bestaat, weet ik niet, want ik was nog een kind. Maar dat kan ik me nog heel goed herinneren, ik was er heel goed in. Ja, hartstikke leuk. Maar in ieder geval, ja, vanochtend onweer, en dan weet je, er zit gewoon onweer in die lucht. En dan wil dat 1, 2, 3 niet zakken. Maar ja, het komt wel weer goed. Ik ben er weer. Ik ben opgemaakt en al dus. We gaan een broodje klaarmaken. En dan ga ik met die honden, met die meisjes uit. En dan ga ik boodschappen doen. En ja, het moet toch wel gedaan worden. Ik ben de hele week nog niet op boodschappen weg geweest. En vorige week, ja, een beetje gehaald. Maar ik moet weer kaas hebben. Ik moet ginger gel hebben. Want ik krijg ook last van mijn maag met die sap die ik drink. Die goed is wanneer je blaasontsteking hebt. Vergeet dat, cranberry. Zal wel. Maar in ieder geval,
Ja, dan moet ik dus mee uitkijken wanneer ik dat drink. Kan ik sowieso s'avonds niet hebben, want dan krijg ik last van mijn maag. Overdag wel, maar s'avonds niet. Dat was dus Rijka. En dan vliegt Elwing er ook even heen. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik ga dus zometeen boodschappen doen en ja, neem jullie wel mee. Want wat ik verder ga doen, weet ik niet. Ja, neem jullie mee en als ik film, dan film ik en film ik niet, hebben we pech. Ja toch? Zo denk ik er even over vandaag. Ja. Ook moet ik eigenlijk weer shorts maken, maar ik weet eventjes niet waar. Ja, ik weet er één, maar dan moet ik door een restaurant heen en moet mensen lastigvallen. Dat is bij een, ja, dat is bovenop op die heuvel, bij de dijk, daar zijn we langs gereden. Die hele grote heuvel en daar is ook een terras. En daar staat een hotel en daar staat ook zo'n ijzeren beeld die Mirjam Edelveld leuk vindt, die dingen. Ik denk, nou, dan maak ik die weer even vragen, bij wijze van spreken. Ook moet ik die vraag voor haar beantwoorden. Maar dan moet ik mijn hoofd er even ook weer bij hebben. Dat heb ik er nu niet bij, Marianne. Nee. Nu even niet. Door de hoofdpijn. Maar dat komt wel goed, hoor. Want ik heb een speciale map voor jou, ja. En als je weer met een vraag komt, nou ja, die zet ik er ook wel weer neer, weet je. Wat in het vat zit, verzuurt niet, zeg ik altijd. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, geniet. Nou ja, geniet. Ja, de zon niet schijnt, maar het is ook echt bizar bewolkt. Ik ga even naar naartoe. Ja, bizar bewolkt. Ja, en het zonnetje schijnt. Hé, meisje. Mijn meisje. Mijn meisje. Ben je lief? Ja, hè. Ik heb dat er net allemaal weer water gegeven met de spuitfles. Er beginnen allemaal knopjes bij te komen. Nou ja, als jullie de ogen open doen en goed kijken, dan zien jullie dat wel. Ja, ook daar ben ik trots op. En ik hoop dat de anderen het ook wel gaan doen. Maar ja, niet geschoten is altijd mis, hè. Ja, je weet het niet. Dus. Nou, oké, lieve vrienden, er komt een kleine meid al aangelopen. Kom maar, kom dan. Ik kan die deur weer even dicht. En dan kan ik even een broodje klaarmaken, want ik voel me zo raar en rot. En daarna gaan we lopen. Normaal eet ik niet, maar nu wel. Ja, eerst gaan jullie normaal voor, maar nu eerst ik. Ja, is dat oké? Ja, ja, zeg me ja tegen het leven. Ja. Echt waar. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met mij mee en met iedereen. En let wel, ik vertel even één ding. Want het is zo bizar wat er op de wereld gebeurt. Waar al die branden zijn. Ik noem geen landen op, maar dat kunnen jullie zelf invullen. Waar al die branden zijn, wordt allemaal aangetrokken, doelbewust. Waarom? Eén reden. Er moet zoveel mogelijk mensen doodgaan. Zoveel mogelijk. Dat moet van alle staten, hè. Niet alleen van Den Haag. Nee, wat er in Den Haag bij ons in Nederland zit, dat zit ook in Amerika. Dat zit in Japan, dat zit in Portugal. Ik noem maar even wat, hè. In China, overal zitten zulke soort lui. En dat soort lui wil ons graag van de wereld af hebben. Alleen nog de elite mogen bestaan. Maar de armeren en de hele armen niet. Maar wie heeft dat eigenlijk gedaan? Wel hun. Hun maken ons armer. Denk maar na. Word wakker en sta op. Meer zeg ik. Dus ja, ik zou zeggen, geniet gewoon van je ding en blijf doorgaan met jouw leven. En komt er een lockdown, trek je er niks van aan, maar ga door met hetgeen wat je doet. En ook de winkeliers, blijf open en ga niet sluiten. Nee, want er is niks. Ze maken ons bang, maar je moet niet bang worden van die achterlijke lui.
Je bent na 3 tot bijna 4 jaar toch nou hopelijk wel wakker, hè? Ja. Gewoon er tegenin gaan. En boetes? Niet betalen. Dus ze zijn strafbaar. Ze mogen dat niet vragen. Ze mogen jou niet meer boeten daarop. Want hun stelen van ons. Hun stelen ons leven. Hun stelen onze vrijheden. We mogen niks. Ja, dikke jel en 2 pot bier, zeg ik altijd. Ja, toch. Maar, klaar, over. Ja, we gaan door. Ik lach en ik doe en ik ga gewoon mijn gang. En ja, gewoon vrolijk zijn. Leef, wees blij dat je leeft. En ga door met jouw leven. Ja, toch. Nou, oké, lieve vrienden. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ik ben met de meisjes uit geweest. Gisteren was ik trouwens wat vergeten. En dat was mijn video die gisteren online is gekomen te delen. Met Facebook, dat heb ik nou net gedaan. Doe ik straks die van vandaag. Maar ik ga nou eerst boodschappen doen. Maar ik laat deze camera thuis. De mobiel neem ik mee en die doe ik in de houder. Weer even wat anders. Ja. Eens even kijken. Ja, want ik moet toch met die ene vent wel even blijven uitkijken. Want ja, ik wil niet de winkel uitgezet worden door zo'n rat. Laat ik het zo maar noemen ook. Ja. Zulke soort mensen zijn in mijn ogen allemaal een rat. Ja. Nou, de meisjes die ligt op de bank. En die ligt daar. En die kwam er net bij me, maar ik moest ze wegduwen. Want ze kwam aan de verkeerde kant bij me. Dus ik ga zo meteen even naar toe. Ga ik even met de kroelen. Zonder deze arm te gebruiken. Ja. Want ze kwam aan deze kant. Ja, dat kan ik nou nog niet hebben. Nee. Dat wil nog niet. Ik werk er wel mee, hoor. Ja, ik werk er wel mee. Maar ik moet niet daar hoe nageltjes hebben. Want die zit nog steeds op folie eromheen, hè. Ja, dus daar moet ik wel even mee uitkijken. Dus ja, en zij heeft scherpe nageltjes. Dus het is sowieso dubbel uitkijken. Ook met mijn kleren, dat ze niet in mijn kleren blijft haken. En dat ik gelijk een gat erin heb, ja. Je weet het nooit, maar het maakt niet uit. De winkel heeft meer, zeg ik dan. Zolang ik geld heb, de winkel ook. Ja, en zolang de winkel heb, heb ik geld, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet gewoon weer een beetje mee.
zo, lieve vrienden. Ik ben weer thuis. Ja, en ja, ik ben nog wel, nou ja, niet vergeten. Bewust vergeten, want ik kon er gewoon niet meer bij. Ja. Ik moet nog ginger gel hebben en nog een paar andere dingetjes. Maar ik heb wel een tas vol. Ja, want mijn brood, ja, dat raakt ook natuurlijk op. Hè. Als je een hele week, anderhalve week geen boodschappen doet, ja, dat raakt het op. Nou ja, een gebakje. Enkel voor een eentje mist een nootje. Misschien dat die los in doosje ligt, ik weet het niet. Die gaat even daar bovenop. Zo. Ik ga die even dicht. Nou, 1. 2. 3. En 4 broodjes. 4 zakken met brood. Voilà. Wat een idee. Maar dat gaat straks ook in de vriezer. Ja, een fles wijn. Nou ja, dat mag niet op de vlog, maar wel zeggen. 2 maal schoonmaakmiddel met een lekker citroengeurtje. Ja, dat zijn gelijk, die was bijna op. Dus er moet er eentje, maar ik zet ze gewoon allebei bovenin neer. Even koekeloera. Hier. Dan heb ik er nog één. Die naast nog. Voilà. Dan heb ik die keer naar de wc toe. Voor de wc dus. Met de geur eucalyptus. Nou, dat kan ook in de vriezer. Ik heb, nou leggen ze op elkaar. Het lag niet op elkaar, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ribcarbonade, 2 stuks, 2,21. Dus dat vind ik wel meevallen. Qua prijs. En de mout erin, dus die haal ik even binnen. Hé, kereltje. Mijn kereltje. Hi. Ja, mijn kereltje. Ja, ja, je bent mijn kereltje. Ja, en dan heb ik natuurlijk ook een biertje, maar ook dat mag ik niet laten zien. Maar jullie weten wel welk biertje. Ja, denk ik wel. Wat ik ook bijna nooit van mijn leven koop, dan enkel met verjaardagen of een ander feestje. Americain filet. Ja, was ook in de aanbieding. Ja. 2 maal voor onze kandelvina voor. 2 dozen. Ja, schatje. En uiteraard, ja, ik had geen kaas meer, dus 2 kaas. En een zakje met snoepjes. Die liggen we hier even neer. Zo. En daar kan ook de kast in. Ja. Dan kan die opgeruimd worden. En dan ga ik zo meteen koffie maken. Want daar ben ik wel aan toe. En ik heb nog steeds hoofdpijn. Maar ik heb wel een short weten te maken van een hoop herrie. Ja. En iets wat niet te verstaan was voor mij. Het was een zanger. Met gitaar spelen. Maar wat ik zo joost mag het weten. Ja, ik niet weten. Dag, ik heb er een short van gemaakt. Dus ja, helemaal geweldig. En dat was maar 1 short. Dus ja, die komt morgen online. Of zondag de 27e augustus komt die online. Ja. Ja, je mag zo naar buiten. Okidoki. Dan wil er een naar buiten. Gaan we nog eventjes doen. En dan, doen we nog even samen. En daarna ga ik de boel opruimen. Hé? Ja nou, kerel. Ja. Ja, kereltje. Nou, kom maar.
raam staat open. Kom dan. Kom dan. Oh, jij ook. Ik weet het al. Hij wil snoepjes. Hij wil eerst snoepjes. Dan gaan we dat even doen, hè. Ja, auw, denk jij even om je nageltjes? Ik hoef geen acupunctuur. Ja, nou, kijk eens aan, fijn snoepjes. Ja. Vijf snoepjes. En die meneer die mij vorig jaar had bedreigd omdat ik zijn dochter op de vlog had, etc. Die staat nou zelf eventjes erop dat ik al eventjes een stukje ontoer heb. Want ik heb ook dus een stukje ontoer gedaan. Ook door de winkel. En ik denk, ja, ho, als ik langs de kassen ga, ken ik er zo niet door. Dat gaat het hem niet worden. Daar ben ik te breed voor. Daarom heb ik hem uitgedaan. Nou, kom maar. Kom dan. Kom, Jan. Kom dan. Ja, kom. Ja, ga maar naar buiten dan. Jij weet niet wat je wilt. 1, 2, doe maar. Ja, mag wel. Mag wel. Doe dan. Hallo meneertje. Waar ben je nou gebleven? 1, 2, goed zo. Doe maar. Doeg. Doegie, doegie. Zo, ga dan weer dicht. Zo. Ja, meneertje. Kan dat. Nou, die kleur, dat komt dus op mijn arm erbij. Ja. Mijn arm is ook wel licht van kleur, maar dat maakt niet uit. Kan best hoor. Waarom moet een heks altijd zwarte kat hebben? Is niet nodig. Nee. En ik ben een goede heks. Dus ik hoef geen zwarte kat. Nee. Zwarte kat brengt denk ik maar ongeluk. Dus ja. Maar oké, ik ga de boel opruimen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles wat jullie doen. En geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer even. Ik ben net binnen met de meisjes. Ja, zeg daarom dat het 14 graden is, maar het is veel warmer naar mijn gevoel. Bij 14 graden moet ik wel een dubbele jas aan, die twee zomerjasjes. Als het die graden heeft, maar het is warm. Ja, ik vind het benauwd. Maar ik zit naar mijn handen te kijken, want ik heb wat tussen mijn vingers. Ik heb het even afgetrokken, want het koelde helemaal om. Kijk, dat laat los. En dit heb ik afgetrokken. Dat wil niet. Dat wazig. Dat fliebeldingetje heb ik afgetrokken. Maar ja, hier ook, het hangt los. Dus ja, het kroopt verder en verder op. En bij mijn elleboog heb ik er af en toe last van. Omdat het, ja, het plakt. En doordat je warm hebt. Dan plakt dat plastic eraan vast. En dan doe je weer zo. Want dan doet dat weer zeer. Omdat dat vastplakt aan je huid. Dan heb ik nog meer last van dat plastic. Dan van die hele tattoo. Van die tattoo, ja, ik heb dan ietsje als je, waar het heel dik is aange. Ze noemen het dan eigenlijk een schavel. Daar lijkt het op. Maar ik vind het niet. Want ik heb er amper last van. Denk dat. Als je er een beetje op de dikke komt, waar het heel dik is geweest, het haar trouwens niet meer, dat valt wel mee. Maar die pot, de kookpot laat me zeggen, dat is nog een beetje gevoelig als ik er overheen ga, maar voor de rest, amper last. Ja, ik moet denk ik erom uitkijken met de meisjes, en vooral met Rijken met die scherpe nageltjes, daar moet ik heel goed voor omdenken, maar dat maakt niet uit. Maar oké, okay, er staat ook weer een nieuwe vlog voor 29 augustus ingepland op YouTube. En ik ga nou even lekker wat voor mezelf doen. Lekker betijd. Ik ga even naar YouTube, Facebook toe. Plaatje delen en dan komt alles wel weer goed. Maar voor nu zeg ik, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer uit je bed zien te komen. En voor degenen die morgen naar de kerk gaan, een hele fijne kerkdienst toegewenst. En Gods zegen uiteraard.
En voor de anderen ook, ja, je kan ook online luisteren. Dat doe ik ook af en toe wel eens. Ga ik eventjes naar mijn eigen kerk toe online. En doe ik meestal even in de middag, weet je, even een uurtje. En ja, omdat het voor mij, mijn lichaam, die trekt het niet om 's morgens vroeg er al uit te moeten gaan. En dan moet ik ook eerst eten, drinken, de meisjes uitlaten, voordat ik naar de kerk toe ga. Nou, dat is mij allemaal ontdekt. Dat krijg ik niet voor elkaar, dat moet ik me echt helemaal goed voelen. En dat gaat dat het gelukt wel is, maar hoe heet het, dan ben ik gebroken als ik weer terugkom. Ja. Dus ik moet naar mijn lichaam luisteren. En ik vind het wel heel erg hoor, dat het niet lukt. Maar in ieder geval, ze zijn er op de hoogte ervan. En dan kijk ik gewoon online en dan laat ik daar even wat van me horen. Ja hoor, komt helemaal goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, wel nogmaals wat rusten. En mooie dromen. En jullie weten het allemaal, God houdt over ons allemaal de wacht, dat weten we. En ik zeg gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht.